Ja, bekend met z'n allen, het woord opladers. Je hebt ze in verschillende soorten categorieën. Je hebt een Lightning Port, je hebt USB-C, micro-USB-C. En ook nog die hele oude van de PlayStation 3. Die heb je ook nog. En welke vind ik het handigste? Nou, daar kan ik één ding kort over krachtig over zijn. Gewoon de simpele USB. Ja, want dit is gewoon echt de nieuwe poort voor je telefoon. In je telefoon zit zo'n gleufje waar dat dingetje erin moet. En dat gaat veel makkelijker dan vroeger. Dat je dan hier zo'n speciaal ding erin voor had en dergelijke. En de andere kant zo'n ding die sneller afknapte. Dus dat vind ik veel handiger. Ik vind dit ook trouwens super handig. USB-C. Met USB-C. Ik heb daar van deze. Dat is zo grappig om te vertellen. Heb ik hier een witte versie van en een zwarte versie. En eentje met witte draad en een met zwarte draad. En dat zijn typisch dan die Samsung opladers van 25 watt. En daar ben ik echt super blij mee. Al moet ik wel zeggen dat opladers in de loop der jaren veel veranderd zijn. Kijk maar naar deze. Als ik hem kan inzoomen. Nee dus. Nee, waarom luister je niet? Kom op. Waar sta jij? Heb eens. Tuurlijk. Kijk. Dit was die oude. Nog echt van vroeger. Even kijken of ik hem kan laten zien. Of die hier op camera staat. Dit was vroeger die hele oude. Dit was die micro USB. En nu heb je tegenwoordig gewoon de Lightning poort. En de USB-C poort. Dus dit, die gouden, die laatste. Deze, dit was die oude. Dat was die micro USB. Toen kreeg je de Lightning poort. En volgens mij sinds 5 jaar tijd heb je USB-C. Tussen 5 en 6 jaar tijd. USB-C volgens mij. En ja, er zit ook een heel verschil ook in opladers. Want ja, opladers, daar zit een heel groot verschil in. Koop nooit een oplader uit een winkel waar niet goed beschreven staat of het nou een goede oplader is, ja of nee. Want anders krijg je dit gedoe. Een brandende oplader. En volgens mij is die vrouw overleden door het... De brand in de woning. Maar dat weet ik niet zo zeker. Maar ja, dan krijg je de conclusie. Brand ervan mee met goedkope opladers. Als je nou een oplader koopt bij de Action, bij de Kruidvat. Nee. Ga dan op zijn minst naar de telefoonwinkel. Vraag daar om de originele oplader die ze daar verkopen. Ben je misschien ietsje duurder uit. Ben je misschien 20 euro lichter. Maar ja, dan weet je wel zeker dat je veel betere oplader meekrijgt dan uit de Action of wat dan ook. Want die kunnen hebben zoveel watt. Dus wij spreken 5 watt. In je telefoon kan maximaal 25 watt aan. Nou, dat is geen goede combinatie. Dat stroomt niet over naar elkaar. En dat is juist het probleem dat telefoons heel veel van dit soort telefoons gewoon in brand vliegen. En dan... heb je het poppen en dansen. Net zoals dit. Apple had vroeger zulke telefoonopladers. En die bestaan gelukkig niet meer. Tegenwoordig heb je de niet USB-C Lightning Port ervoor. En dit krijg je trouwens als je een verkeerde oplader koopt bij de verkeerde handel. Dan vliegt die gewoon in de brand of hij smelt gewoon helemaal door. Plus je loopt het risico als je zo'n goedkope oplader meent en je doet hem in je stopcontact. En het gaat een keer een kortsluiting komen. Dat je hele stoppen misschien in de fik vliegen. En dan kun je heel veel geld gaan betalen om nieuwe stoppen eraan te laten leggen. Mocht je nou zo'n typisch Samsung oplader als dit hebben. Nou, geen probleem. Zolang dat je de juiste draad ervoor hebt en de juiste snoer. Die gaan dan zoveel jaren mee. Koop dus nooit conclusie jongens, nooit een oplader bij degene die hem neerzet.
Dus diegene wordt die hem wordt het in een andere winkel verkoopt. Koop gewoon altijd bij de fabrikant vandaan. Of bestel hem gewoon online, maar dan uit van wordt het van diegene die het maakt en produceert. Maar koop nooit een versie uit een dinges. Uit die goedkope rotse winkels. Want dan heb je pop. Echt aan dansen. En ik ben moe. Want ja, hoe zou ik zeggen? Ik heb zoveel opladers gehad. Echt heel veel. Heel veel telefoons. Want ik heb zoveel telefoons in mijn geschiedenis op dit moment gehad. Ik denk dat ik een stuk of 7 of 8 telefoons heb gehad dit jaar. Ik bedoel, mijn leven bedoel ik. En ik had altijd de verkeerde oplader. Ik gebruikte nooit de originele oplader wat erbij zat. Ik had er gewoon schijt aan. Ik dacht van, waarom zou ik die gebruiken als ik die nog heb? Maar ja, toen ging mijn batterijen van mijn telefoons kapot elke keer. En mijn telefoon zelf ook een keer heel regelmatig. Niet één keer regelmatig, maar niet twee keer. Maar meerdere keren dan 4 keer op een dag. En toen had ik een pop en dansen. Toen kon ik weet dat teruggaan naar die winkel. En zeggen van ja, mijn telefoon is kapot. En dan word je boos. En dan krijg je ruzie met zo'n dergelijke. Plus ook met je ouders. Maar ja, jongens. Mocht je een oplader willen hebben. Gewoon kopen bij de winkel, bij een telefoonwinkel. Of gewoon bij de Mediamarkt. Of bij de Big Bazaar. Of bij de, hoe heet dat. Op het .com of een van die andere websites. Of bij Coolblue. Bestel er gewoon eentje daar. Of ga naar een telefoonwinkel. Leg uit wat voor telefoon je hebt. En dat zeg van, ik wil de originele oplader erbij en de originele stekkerdoosje ervan. Want dan weet je één ding zeker, dan gaat die echt goed. En je moet ook uitkijken hoeveel watt je telefoon aan kan. Als je telefoon 10 watt aan kan, nou, dan moet je er eentje van 10 watt kopen. En als een andere kan, wordt het 15 watt aan kan. En je telefoon ook 15 watt, dan ben je er een van 15 watt. Maar meen nooit eentje die hoger is dan de telefoon zelf. Want dan heb je waarschijnlijk kans dat de batterij heel snel heet wordt. En dan zet je vingers echt in de brand. En dan ook echt. En ja, ik bedank jullie voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren, zeg ik één ding. Laters.